Goedemiddag, we zijn hier live vanuit Lux in Nijmegen met Splinter Chabot. Niet meer weg te denken eigenlijk uit het medialandschap. Eigen talkshow, bestseller in the pocket. Misschien wel de leukste bromance op de Nederlandse televisie. Joshua Nolan tijdens de Wie is de Mol. En vandaag gaan wij, jij en ik, hem interviewen hier zo in Nijmegen. Stel je vragen via de Padlet en schroom niet om Splinter helemaal de hemd van het lijf te vragen. En laten we dan gelijk beginnen met een felicitatie van jou aan jouw hand. Met het verkopen van de filmrechten van je boek. Ja, klopt. Ja, Confetti-regen gaat verfilmd worden. Wat een ongelooflijk leuke introductie. Over. Ja, nou, En dank dat we hier mogen zijn. Hartstikke leuk. We zien ook allerlei vragen al binnenkomen. Oh. Dus ik heb er heel erg veel zin in, laat ik dat allereerst zeggen. En dat we op deze manier toch over boeken mogen praten en een beetje interactie kunnen hebben. Ja. Dus dat vind ik heel erg leuk. En het is natuurlijk voor mij wel echt een feest geweest. Dat op 1 april, precies de dag dat de 20 jaar openstelling van het huwelijk werd gevierd eigenlijk. Hebben we het ook filmrechten getekend. Van Confetti-regen, de verkoop ervan eigenlijk. Met Michiel van Erp. Dus ik Wie is Michiel van Erp voor jou? Ik bewonder hem. Hij heeft een aantal dingen gemaakt. Heel veel dingen gemaakt. Veel theater gedaan. Hij heeft onder andere de serie Ramses gemaakt. Mm-hmm. Voor de Avrotros was dat toen. Voor de Avro nog. En hij heeft Niemand in de Stad gemaakt. Dat is een boekverfilming van Philip Huff. Dat vond ik heel erg mooi. Hij is regisseur. Maar wat hij doet is... Wat ik heel goed vind is dat hij niet alleen het verhaal filmt. Sommige films zie je, hè, als iemand dan zegt, wat heb je nou gedaan? Dan zie je meteen het hoofd van de ander van, hoe kun je dat doen? En dat is allemaal heel erg rechtstreeks de tekst gefilmd, zeg maar. En wat hij doet is dat je ook het verhaal eromheen filmt. Ja. Dus als iemand ergens binnenkomt, zie je ook dat bijvoorbeeld alleen even glas wordt neergezet. En dat doe je in boeken natuurlijk vaak ook. Hè. Je omschrijft de omgeving. En een film kan ervoor kiezen om die omgeving ook te laten zien. Of alleen maar de personages met hun reactie elke keer heen en weer. Ik vind heel mooi hoe hij dat kan. Dus ik bewonder hem heel erg hoe hij dingen maakt. En hij valt op mannen. Dus dat vind ik ook belangrijk. Dat je dan, als het goed is, kan je dan wel iets van de feeling en het gevoel in het boek. Zo die sensibility. Ja, dat is toch wel, vind ik wel belangrijk. Dus ik ben er gewoon heel blij mee. En het is nu, gaan ze scenario's schrijven. En op een gegeven moment moeten natuurlijk acteurs worden gezocht. Vanzelfsprekend, ben jij daarbij betrokken? Ik ben contractueel overal bij betrokken, maar ik heb wel gezegd, je moet altijd ook iets van afstand houden tot dat soort zaken. Dus ik zeg, ik heb het verhaal geschreven zoals ik denk dat het in boekversie moet. Ja. Hij is natuurlijk de regisseur, hij maakt films, dus ik denk, hij is degene die weet hoe dat in filmversie moet. Dus ik zeg nu heel braaf, maar ik ken mezelf een beetje, maar nu heel braaf van, ik geef je alle ruimte en alle vrijheid. En belangrijk daarbij is natuurlijk vertrouwen, dat je iemand echt vertrouwt. Ja. En vertrouwen volledig, dus dat moet goed komen, denk ik. Bij Niemand in de Stad is het ook een beetje documentair bijna opgesteld. We zien natuurlijk soms van die hoofdpersonages eigenlijk bijna een soort achtergrond ook, zoals je dat zelf zegt. Ja. Als jij straks Confetti-regen op het witte doek ziet, ja, zijn er dan dingen die je heel graag terug zou willen zien? Nou ja, nee, er zijn wel een paar scènes waarvan, en ik heb niet tegen Michiel gezegd van dit moet verfilmd worden, mm-hmm, maar ik hoop, er is één scène met Daniel vrij aan het eind van dat deel van het boek, en dat zullen de leerlingen waarschijnlijk wel herkennen, dat op een gegeven moment Wobi aan Daniel opbiegt op de laatste dag voor de kerstvakantie, terwijl het al sneeuwt en er niemand meer op het schoolplein is, dat die vertelt heel veel mis. Dat hij vertelt dat die vaatheidslol die eigenlijk van hem was. Ja. En dat zegt volgens zegt Daniel, val je dan ook op jongens? En dan zegt Bobby, dat weet ik niet zo goed. Weet hij niet zo goed? Zegt hij, dat weet ik niet zo goed. En dan zegt Daniel van, dat hoeft toch ook niet? En dan fietst hij weg en zegt hij, fijne kerst, Bobby. En dat is, ja, ik hoop... De climax. Ja, eigenlijk wel. Dat is natuurlijk, en ook zijn hoe hij is, als hoe hij was, Daniel. Dat is zo liefdevol eigenlijk. En zo goed mee omgegaan. En, ja, zo, en dat is natuurlijk, er gebeurt eigenlijk heel veel. Terwijl er eigenlijk niet zoveel gebeurt in die scène. Dus ik hoop dat op film komt. Maar dat weet ik niet. Want je zegt, zoals Daniel was. Want laten we eventjes, een van de vragen die we via de Padlet hebben binnengekregen, is even kijken, waar staat hij nou? Dan krijg je constant weer vragen door. Voor mij was de vraag met of Arthur, Daniel en David weten wat voor rol ze hebben gehad in dit verhaal of in mijn leven. Of toch, dat is die vraag bedoel ik. Ja, die vraag bedoel ik, ja. Ja, nou, het grappige is, David is echt naar Israël vertrokken. Dus dat is ook echt waar. Mm-hmm. Dus die
weet volgens mij niet dat dit boek er überhaupt is. Ja. Ik denk als hij naar Nederland terug zou komen en dit zou horen, dat hij misschien zich helemaal het lab laat geschikt. Dus dat heel goed is. Dus dat is in ieder geval deel 1 om het antwoord op de vraag. Zijn de Hebreeuwse rechten al verkocht? Nee, dat niet. Ik weet niet of ik dat hem aan moet doen. Maar Daniel, dus de tweede deel van het boek eigenlijk. Ja. Die seks heet het echt allemaal anders. Dus ik heb alle namen veranderd. Maar die... ik wilde het boek eigenlijk van tevoren naar hem opsturen. Maar ja. Dat durfde ik dan nog niet helemaal. Mm-hmm. Waar was je bang voor? Nou, hij heeft natuurlijk... hij heeft heel veel voor mij betekend. Ja. En nog steeds eigenlijk. Ja. Dat gaat natuurlijk nooit weg. Als je daar natuurlijk... Dat heeft zoveel gegroeid met hoe je bent geworden. En met die zoektocht eigenlijk. Dat blijft altijd kwetsbaar. Ik wilde wel heel graag dat hij het zou gaan lezen. Dat hoopte ik heel erg. Maar ik durfde dan niet zelf het contact te zoeken. Mm-hmm. Maar hij heeft het gelezen en heeft echt het allerliefste bericht ooit gestuurd. Dus en ook met de filmrechten heeft hij... dat heb ik toen wel van tevoren laten weten. Ik denk, ja, we hebben gewoon contact. En hij weet dat... hij vond het ook heel mooi om te lezen hoe dat voor mij is geweest. En hij heeft ook tegen die vrienden gezegd, ook uit die groep van... want die had natuurlijk zo'n appgroep en daar is het natuurlijk wel even over gegaan. En hij zei, het is wel goed om te lezen, want dan... zie je ook een keer hoe iemand anders iets meemaakt en hoe dat gaat. Want er zit ook helemaal geen verwijt in. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft het volgens mij goed gedaan. En soms gingen natuurlijk dingen ongemakkelijk of onhandig. Maar dat hoort er ook bij. Dat is ook eigenlijk helemaal niet erg. En voor Daniel was het natuurlijk een soort van... hij werd ook wel flink op een voetstuk geplaatst. Ja. Maar ik heb ook aan hem uitgelegd van dat ik hoopte dat... ook als jongens of meisjes of mensen het lezen... die dus niet zoals Wobi zijn, maar juist die rol van Daniel hebben... dat ze zich realiseren wat voor een impact en wat voor invloed je eigenlijk kunt hebben... en hoe mooi dat kan zijn. Mm-hmm. En dat is wel het geval. Dus, en bij Arthur, die had ik niet van tevoren eens laten weten... en die stuurde mij toen wel een berichtje van... dat hij zich niet had gerealiseerd wat het voor impact eigenlijk had gehad. Dus waar bij Daniel dat natuurlijk wel meer... misschien door had en zich er bewust van was en noem maar op. En later kwam ik hem Daniel nog tegen en die vertelde toen dat zijn hele familie het boek aan het lezen was. En toen dacht ik, oh ja, god, dat had ik gewoon. En ik zei, oh sorry, wat erg. Ja, zijn opa en zijn oma en zijn moeder. Ik had zijn moeder al een bericht gekregen. En toen dacht ik, oh ja, iedereen kan natuurlijk gewoon lezen. Dus zijn hele familie leest gewoon zijn school. En dat is natuurlijk wel een beetje gekkig, maar dat vond hij ook allemaal niet erg. Dus we hebben dus geeft geen pijnpunten opgeleverd. Hoe ga je om met die verantwoordelijkheid dat je iemand integreert eigenlijk in je boek die eigenlijk in het echt bestaat? Ja, nou in dit boek is dat natuurlijk heel erg het geval, omdat het natuurlijk, mm-hmm. In ieder geval de school kan natuurlijk, iedereen die op school zat, kan wel enigszins terugleiden wie was. Ja. Wat ook gebeurt hoogstwaarschijnlijk. Ja, wat ook gebeurt. Maar sommige mensen proberen ook dan bepaalde zaken. Kijk, er zijn een aantal mensen die wel echt anoniemer zijn gemaakt dan... zeker in het deel 2 gaat het over een jongen die op een gegeven moment naar Drenthe en zo gaat. Nou, die ging helemaal niet echt naar Drenthe. Maar die wilde ik helemaal anoniem maken, omdat zijn verhaal niet... Het is niet aan mij om bepaalde verhalen te vertellen. En zeker als iemand zelfs een verhaal niet heeft gedeeld... dan moet je dat heel erg voorzichtig mee omgaan. Ja. Maar in principe heb je natuurlijk als schrijver... het is jouw creatief proces. Jij mag natuurlijk wat je ziet en wat je meemaakt... mag je overmaken wat je wil. Ik bedoel, schilders doen het ook. Hè? Die pakken gewoon als ze een dorp zien... gaan ze niet eerst toestemming vragen aan de burgemeester... mag ik dit schilderen? Nee, ik bedoel, Chagall heeft van alles geschilderd. En dat deed hij gewoon, weet je wel. Dat vinden we gelukkig met z'n allen prachtig. Yeah. Maar ik had wel zoiets van... dat mag ik doen. Had je voorbereid als je bijvoorbeeld wel een negatieve reactie... van een van de jongens zou ontvangen? Nou, daar zit natuurlijk... Er zit één personage in, het vriendinnetje van Daniel... Yeah. Wat misschien iets minder blij kan zijn af en toe. Daar was ik ook wel een beetje bang voor. Ja, kan me goed. En die stuurde ook, toen ze begon met lezen, van... oh, het is zo mooi, het is zo goed, en noem maar op. En dacht ik, wacht tot ze dat in het hoofdstuk komt. En toen hoorde ik op een gegeven moment ook niks meer. Dus toen dacht ik, oeh, shit, die is hartstikke boos. En toen kwam ik haar later tegen mijn feestje. Nou, ze vond het echt een enorme eer, nee, maar alleen maar leuk. Dus die... had het toch grappig op een andere manier dat gelezen. Ja. En wat ook, ik ben ook nog steeds bevriend met haar, dus dat is ook helemaal geen probleem. Het is alleen, ik vond dat ik het eerlijk moest opschrijven. En dat betekent ook dat ik eerlijk moest zijn over de rol van Wobi. Hoe die is en hoe die was en hoe dat ging. Mm-hmm. Maar dat je natuurlijk ook daaromheen bepaalde dingen gewoon opschrijft. Kijk, ik vond het niet nodig om tot in detail bijvoorbeeld een ruzie met een broer... dat helemaal op te gaan schrijven. Mm-hmm. Zeker omdat het zo dicht bij de werkelijkheid ligt. Ja. Maar in principe is een schrijver altijd bezig met... elke dag zit die puzzelstukjes om zich heen... en die puzzelstukjes neemt hij mee in het schrijven van verhalen. Dus ook als ik zag een van de vragen was volgens mij ook... of ik bezig ben met een nieuw boek. Ja, ik ben nu ook weer bezig. En dat betekent dus dat... pas maar op hier, iedereen. Ja. Nee, maar alles kan natuurlijk inspiratie zijn. Ja, en je bent eigenlijk een dief zonder dat je iets meeneemt. Maar je neemt herinneringen mee of ervaringen mee. En die verwerk je. En in dit boek is het natuurlijk veel makkelijker terug te leiden. Maar als je natuurlijk een roman schrijft... wat
grotendeels fictie is, dan is het veel moeilijker terug te leiden. Maar dat is wel hoe het gaat. Is er als het ware een puzzelstukje in herinnering die als het ware de katalysator was van Confetti Regen? Ja, want ik zou eerst het boek helemaal niet schrijven. Nee, klopt, dat schrijf je ook in het voorwoord. En dat is dus eigenlijk een contractbreuk, gewoon dit boek. Spectrum is helemaal wild. Ja, nee, nou, gelukkig waren ze, zijn ze rustig gebleven. Ik ben nog niet voor de rechter gedaan, maar ik zou eigenlijk politiek pamfletje schrijven. Ja. Pamfletje, dat klinkt dan wel heel erg als een wegwerp. Ja, een politiek pamflet, gewoon een klein boekje, 20.000 woorden, maximaal 100 pagina's. Ja, en over aankomen. Ja, echt heel kort. Nou, dit is rond de 100.000 woorden en nou, je 339 pagina's ongeveer. Dus dat is totaal iets anders geworden. En dat kwam eigenlijk omdat er was één verhaal wat ik had opgeschreven, was namelijk het verhaal van de zilveren plastic plakkorbellen. Ja. Dus Wobi die dat, nou, gelukkig hebben de leerlingen het gelezen, dus ik hoef het niet, maar die natuurlijk achtergrond eigenlijk zilveren plastic plakkorbellen of oorbellen überhaupt, dat misschien niet voor jongens is, maar voor meisjes. Officieel kan iedereen dragen, maar je merkt soms aan de onzichtbare wetten dat iets wel of niet de bedoeling is. En toen dacht ik, ja, dat was eigenlijk, dacht ik, geschikt voor dat politiek pamflet, omdat het gaat over vrijheid, over jezelf kunnen zijn. Ja. Maar toen was ik het aan het schrijven en dat zag ik natuurlijk helemaal voor me. En toen kwamen er steeds meer dingen. En toen kwam het er allemaal uit eigenlijk. En toen kon ik ook alleen nog maar, ik durfde alleen niet op te sturen aan de uitgeverij wat ik aan het schrijven was. Ik stuurde gewoon per dag het aantal woorden door, wat ik had gestuurd. Yeah. Zo'n appgroep met mijn twee redacteuren. En die dachten op een gegeven moment, die ging op een gegeven moment ook optellen. Die dacht, nou, dit wordt een... Ja, die dacht, het is een probleem dit. Het gaat niet goed. Dus dat was wel grappig, om het even zo te zeggen. En dan had ik gewoon, ik was aan het schrijven en had ik naast mijn laptop had ik een notitieblokje waar ik gewoon opschreef, oh, dit moet ik ook opschrijven. Dus dan vallen als domino steentjes al die herinneringen zo achter elkaar door. En ik ging ook op een gegeven moment een beetje, nou, we zijn allemaal niet helemaal van dezelfde generatie, de leerlingen die kijken en ik, maar wel voor een deel wel, want ik ben 25 en zij zijn iets jonger. Ja. Maar ik voel mezelf ook als een middelbare scholier, hoor. Maar dan had ik Facebook en WhatsApp en noem maar op. En Facebook Messenger werd toen ook nog veel gebruikt. En dan ging ik ook op een gegeven moment terugzoeken om bepaalde gesprekken. Dus sommige gesprekken van mensen, zeker in het deel van Daniel, zijn gewoon Facebook Messenger gesprekken. Gewoon helemaal letterlijk, bijna? Bijna letterlijk, om een beetje om dat ook goed neer te kunnen zetten, hoe dat dan een beetje ging. Ja. Dus dat is zo ging dat eigenlijk, ja. Ben je iemand die heel fysiek schrijft? Iemand die dan heel erg lichamelijk alles herbeleefd, als het ware? Ja, want ik was natuurlijk een van de vragen ook in hoeverre het moeilijk was om te schrijven. Ja, precies. En dat was het wel soms, omdat ik schreef sowieso in een soort van, ik zat in januari vorig jaar in quarantaine. Toen was quarantaine nog helemaal niet iets zo mainstream zoals het nu. Dus dat was erg zonde achteraf, want ik had het beter dus een paar maanden later kunnen doen. Mm-hmm. Want dan was het heel normaal, want er gebeurde toch niks. Maar ik zat in januari in quarantaine om het heel gewoon er volledig op te focussen. Want dat moet je wel, je moet een soort van woestijn in je agenda aanbrengen. Wil je op een gegeven moment echt het afschrijven of het helemaal gaan maken. Het gekke was eigenlijk, omdat het natuurlijk zo dicht bij jezelf ligt, is dat ik werd wel weer opnieuw verliefd en weer opnieuw onzeker en ook opnieuw weer verdrietig. En dat kwam allemaal weer terug. Dat was ook wel echt heftig. Dus ik lag 's middags dan wel, 's ochtends begon ik vroeg. Ja. Dus ik had een grote zandloper van 1,5 meter van glas met roze zand erin. Die draaide ik om. Duurde 3,5 uur over en ik mocht pas van mijn stoel af als die was afgelopen. Nou, dat was dan de ochtendritueel, zeg maar. Was ik helemaal leeg, ging ik iets eten en dan ging ik vaak even muziek luisteren. Dus van Prince of Bowie, weet ik veel wat. En dan ging ik weer zitten en dan weer door. En dat was wel, ik heb best gedacht van, als ik 4 jaar over boek had gedaan, dan was het heel heftig geweest. Want dan blijft 4 jaar lang met die emotie ook in je lichaam heten. Ja, want er zijn bijvoorbeeld scènes in het boek waarin je spreekt over een soort grijze mist. Ja. Een soort warrigheid, een soort van afstand tot de werkelijkheid. Ja. En als je die weer herbeleeft, lijkt me heel lastig. Ja, en ik merkte ook dat ik die onzekerheid kwam daar. Hè, die grijze mist die de kleur om je heen wegneemt en bijna wurgend is en die ook die onzekerheid groter maakt, die kwam ook weer terug. Dus ik ging op een gegeven moment moest ik boodschappen doen en dan werd ik toch een beetje bang om naar buiten te gaan. Ja. En toen dacht ik wel van, dit moet niet gebeuren. Ik moet niet helemaal er terug invallen. Maar je hebt het wel. Ik vond het is wel goed, want dan schrijf je wel vanuit die emotie weer. Terwijl als je die emotie natuurlijk niet aanzet in je lichaam en niet opwekt, dan druppelt dat misschien ook minder door in je woorden. Mm-hmm. Terwijl als die emotie helemaal in je lichaam zit, zit het ook in je hersenen. En dan stroomt het allemaal door in de zinnen die je formuleert. Hoe bewaar je die afstand dan? Zodat je ervoor zorgt dat hetgeen wat je schrijft niet een 1-op-1 vertaling is van hoe je op dat moment voelt. Dat gaat voor een deel natuurlijk automatisch. Mm-hmm. Want je bent ook niet meer daarin, dus er is natuurlijk sowieso iets van afstand. Ja. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel goed om die emotie wel rechtstreeks erin te laten knallen. En wat je natuurlijk uiteindelijk doet, als je het eenmaal geschreven hebt, ga je natuurlijk nog een keer eroverheen. Ga je kijken van, hey, is het niet te?
bedoel, als ik nu ook wel eens schrijf en ik zit heel erg diep in mijn emotie, dan denk ik juist, ik ga juist nu schrijven. Mm-hmm. En soms levert dat iets op waarvan ik denk, oh, dat kan ik heel goed gebruiken. Soms denk ik, ja, je kan wel zien dat ik te diep erin zat. Dus dat kan dan weer weg. Ja. Zo, dat moet je, dat is een beetje zo'n, nou ja, een beetje jong leren en een beetje balans zoeken. En in dit maken van dit boek was het gewoon, vond ik het heel belangrijk, omdat ik het ook heel eerlijk wilde hebben. Dus ik wilde het opschrijven zoals het voor een groot deel is gegaan. En tuurlijk ga je, als je schrijft, en dat gaat in mijn geval in het automatisch, moet je natuurlijk ook dingen samenvoegen. Want je kan niet elk detail en elke scène en elke persoon of elke vriendin de ruimte geven die ze had. Of de scènes geven die ze heeft meegemaakt. Dus dat voeg je samen. Dus je gooit wel veel dingen op één hoop en dan maak je een mix van. Is een soort schaduw. Confetti regen, scènes die het boek niet hebben gehaald. Ja, zeker. Het boek was bijna dubbel zo dik, dus er is heel veel uitgegaan. Nee, zeker. Ja, nee, er zijn wel dingen die er niet in staan. En soms heb je ook, als je natuurlijk een verhaal schrijft, denk je, oh, dit kan er ook nog in, dat kan ook nog in. En dan blijkt dan dat het afleidt van de verhaallijn. Dus dan haal je het eruit. Maar ik ben niet per se dat ik het weggooi. Ik denk, oh, dat kan ik misschien voor een andere keer. Misschien voor die nieuwe roman die gaande is. Wie weet. Wie of, weet. Of voor een ander boek, ja. Ja. Laten we nog eventjes gaan naar de Padlet. Het is goed om te weten dat jij kiest aan het einde van ons gesprek 3 topvragen uit. En eentje heeft een goud randje. Dat is de beste vraag. En de 3 vragen gaan met een prijs naar huis. En de topvraag gaat met de hoofdprijs naar huis. Kijk, sowieso. Sowieso. Dus blijf die vragen ook insturen. Laten we even kijken, Sprint. Ja, hartstikke goed. We hebben natuurlijk een deel al beantwoord. Mm-hmm. Als het goed is. Even kijken. Ja, misschien is een vraag die veel voorbij komt. Is een vraag bijvoorbeeld van Bodil. Waarom gebruik je je eigen naam niet in het boek, maar die van Wobi? Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk, we hadden het net over een van de redenen. Er zijn een aantal redenen voor. Mm-hmm. Maar een van de redenen was, we hadden het net over eerlijk schrijven. Ja. Kijk, als je een tekening maakt, dan heb je zelf potlood in de hand en de gum in de hand. En dan zie je direct wat je doet. En dan als je een lijn zet en denkt, oh, die is toch iets te hard of niet mooi, dan kan je meteen uitgummen of meteen aanpassen. En als schrijver doe je dat eigenlijk ook. Je tekent iets en je bent ook met de gum en je hebt gum en de potlood in de hand. Het gevaar is alleen als je natuurlijk je eigen naam ziet staan, dat je natuurlijk een soort van zelfportret tekent. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk heel verleidelijk. Nou, we kennen allemaal Instagram en hoe dat soms gaat. Dat je natuurlijk ook wel een filter eroverheen gooit. Heel verleidelijk om toch dat gummetje wat vaker erbij te pakken. En denken, nou, deze gênante situatie maak ik iets minder gênant. Of deze pijnlijke situatie maak ik iets minder pijnlijk. Dus je jezelf ook iets mooier maakt dan het is. Ja, en dat wilde ik niet. Want dat vond ik niet eerlijk. Dus toen dacht ik, dan moet ik voor mezelf een kunstmatig trucje toepassen. Is, ik voeg een andere naam in. Mm-hmm. Zodat het gaat over Wobi. En daar kan ik gewoon, ja, als die heel gênant of iets heel verdrietig is of iets heel pijnlijks, dat is zijn probleem, dat is zijn verhaal. Daar heb ik niks mee te maken. Mm-hmm. En dat was voor mij dus een middel om die millimeter afstand te creëren. Dus een soort heel dun laagje lucht ertussen te houden. Mm-hmm. Waardoor ik wel ademruimte had. En waarom dan de naam Wobi? Nou, als de slimme lezers zullen dat vast hebben gezien. Ik ben natuurlijk fan van David Bowie. Mm-hmm. Nou, de B en de W, die zijn omgedraaid. Nou, dat is wel een hele simpele. Maar ik vond het wel leuk ook om een naam te hebben. Kijk, iedereen kent misschien wel een Klaas of een Jan. En de een vindt Jan wel aardig en de ander vindt Jan niet aardig. Mm. En het is, als je Jan niet aardig vindt en je gaat lezen en de hoofdpersoon heet Jan. Ja, dan neem je dat mee. Dan neem je als lezer dat mee. Dus mm-hmm. Die denkt van, oh, nou, jammer, dat is een bevlekte naam dan eigenlijk. En als schrijver sta je ook 3-0 achter. Ja. Dus, en ik wilde een onbevlekte naam. Dus Wobi was de naam die Evil's Were, ik weet, niet echt voorkwam nog. Ik weet inmiddels dat er een kat naar vernoemd is. En een paard. Dus, en maar nog geen mens. Geen mens. Dus ik wilde een onbevlekte naam. Dus dat vond ik Wobi een goeie. Plus dat ik Wobi ook een, ik vond het iets vrolijks hebben. Dus het is een beetje een geslaagde worsteling. Dus dat waren een aantal van de redenen om dat te doen. Maar als eerste was dus eigenlijk, ik wilde een andere naam om een soort van afstand daartussen te houden. Ja. Laten we nog even plus verder kijken. Dat, ja. Als, en komma, als ik die mag toevoegen. Ja, tuurlijk. Als ik mijn eigen naam zou gebruiken, zou het ook heel erg alleen maar mijn verhaal zijn. Terwijl het natuurlijk een universeel verhaal is. Dus het voor heel veel jongeren die misschien met iets anders worstelen of met hetzelfde worstelen, die kunnen zich dan ook misschien makkelijker inzien in plaats van dat het alleen maar ik is, om het even zo te zeggen. Nou, dan valt het brugje makkelijk te slaan natuurlijk naar het tweede boek dat je eigenlijk hebt uitgegeven, die we toevallig hier hebben liggen. Ja. Roze brieven. Ja. Want je hebt enorm veel responses gehad op het boek. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat eigenlijk tot op de dag van vandaag loopt dat door. Dus dat zijn Instagram berichten en ook eigenlijk handgeschreven brieven. Dat zijn soms van jongeren zelf, van iets ouderen of van ouders, die eigenlijk
Of zich erin herkennen. Of willen weten hoe ze erbij om moeten gaan, et cetera. En op een gegeven moment, dat was zoveel. Toen dacht ik van, dan lees je allemaal verhalen ook van jongeren. Dus die vertelden ook zelf wat zij meemaken. En hoe dat, waar ze mee worstelen. Of die vragen advies hoe ze het dan moeten vertellen of zo. En toen dacht ik, ja, dat is zoveel verhalen die eigenlijk nog verstopt zijn. Zoveel levens die ook nog verstopt zitten en die er moeite mee hebben. En dacht ik, ja, dat mag eigenlijk niet. Er moet een podium zijn waarin iedereen haar of zijn of hen verhaal kan vertellen. Ja. En dat was de reden waarom ik dacht van, dat moeten we creëren. En dat is een Rosbrief uit ontstaan. Dat is een oproep geweest van, goh, heb jij een verhaal, stuur dat in. Mm-hmm. En een van de aanleidingen waren meerdere aanleidingen. Maar een van de aanleidingen was een man van 60 die ik op straat tegenkwam. En die boven de 60 was die. En die zei tegen mij, die worsteling die jij hebt gehad, die heb ik ook gehad. En ik heb er 60 jaar over gedaan. Mm-hmm. Om tot de conclusie komen van, ik val als man op mannen. En dat mag. Maar ja, dat moet je voorstellen, als je 60 jaar daarover doet. Ja. Dan heb je 60 jaar lang, heb je niet eigenlijk geleefd wie je bent. Ben je niet uitgegaan, ben je niet dronken geworden, ben je niet verliefd geworden zonder remmen. Ben je niet met iemand in bed ingedoken en daar enorm feest gehad. Weet je? Dus dat heeft hij allemaal niet gedaan. Pas na 60 jaar is hij dat gaan leven. En je kan natuurlijk heel veel inhalen nog, maar je kan natuurlijk niet 60 jaar meer inhalen. Dat vond ik iets heel verdrietigs. En een andere ontmoeting was een man die met een vrouw samen was. Door het lezen van het boek was zij erachter gekomen dat ze eigenlijk op vrouwen viel. En dat heeft ze aan hem verteld. En toen zijn ze uit elkaar gegaan. Maar op een hele goede manier. Ze had ook een kind. Maar gewoon overleg. Maar toen zie je van, dat zijn de dingen die vandaag de dag nog steeds gebeuren. Ja. En dat moet zichtbaar zijn, vind ik. Dus dat is de reden waarom toen Roze Brieven die actie zijn gestart. En daar is uiteindelijk dat boek uitgekomen. En ik ben op de dag van vandaag nog steeds bezig met het beantwoorden van die brieven. Ik moet er nog. Heb je er een dagtaak aan? Ja, is wel een dagtaak. Ja, nee, zeker als ik Instagram erbij pak, dat is eigenlijk niet te doen. Mm-hmm. Dus ik doe eens in zoveel tijd. Dus pak ik een aantal, bijvoorbeeld elke week in de ochtend even of zo. Mm-hmm. Maar dat zijn elke dag meer dan 100 berichten. Dat heeft dus geen zin. En de reacties op Roze Brieven, ja, dat zijn ook. Ik heb ook gezegd, ik ga alles lezen. Ik ga ook iedereen persoonlijk antwoord geven. Ja. En dat zijn nou echt de brieven die daarop in zijn gestuurd. Dat duurt even. Maar dat is heel mooi, want dan krijg je soms weer een reactie terug. En dan sommige mensen. Ja, dat is een soort dialoog dan soms. Ja, even. Dus natuurlijk niet een heel lang gesprek, nee. Want dat kan niet. Maar je hebt. En wat mooie is dat die mensen natuurlijk hun verhaal vertellen. Terwijl ik ze soms niet weet wie het zijn. Creëren ze natuurlijk met woorden wel ook een zelfportret. Dus je ziet wel de kleuren en de gevoelens. Mm-hmm. Dus dat is best bijzonder om het zo te zeggen. En goed om te weten voor iedereen die jou misschien al die met ons meekijkt. Mm-hmm. En die jou ook misschien een berichtje heeft gestuurd. Dat er wel op een gegeven ogenblik een antwoord komt. Ik probeer het. Alleen Instagram heeft natuurlijk op een gegeven moment verwijderd Instagram een deel van de berichten die je binnenkrijgt, de berichtverzoeken. Mm-hmm. Maar ik probeer het wel altijd. Ik vind dat heel belangrijk. En als het lange berichten zijn, probeer ik daar ook iets goed over te zeggen. Maar wat ik ook altijd zeg tegen iedereen, tegen jongeren ook, dat is ook voor degene die nu kijken belangrijk, is dat natuurlijk ook ik niet alles weet. Zeker niet zelfs. Zou ik ook nooit pretenderen. En dat ook ik nog steeds over dingen twijfel of over dingen onzeker ben en zo. En dat hoort er ook bij. Het is ook alleen maar goed. Het is alleen heel fijn als je daar open over kunt zijn. Ja. Want dat geeft meer ademruimte. En dan kunnen jullie als het ware samen op zoek gaan naar bepaalde antwoorden. Dus in sommige gevallen wel, ja. Laten we nog weer even teruggaan. Even kijken. Heb jij de jongen die aan het einde van het boek ontmoette verder geholpen in de reis naar de ontdekking wie hij was, zoals Arthur dat bij jou heeft gedaan? Ja, dus dan bedoel je de echt helemaal op het einde. Helemaal op het einde, ja. Grappig. Mijn glimlach verraadt natuurlijk eigenlijk al. Nee, zeker. Dat is een hele goede vraag overigens. Hij heet in Roze Brieven, noem ik hem even Lucas, want hij heeft echt een andere naam, maar ik zal hem even anoniem houden. Maar nee, zeker. Wat het grappig. We zijn hele goede vrienden geworden. Dus we zien elkaar heel veel. En we spreken elkaar ook heel veel. En hij is inderdaad de grijs mist uit zijn leven weg. En hij was inderdaad toen heel erg zoekende. Hij vond het allemaal heel spannend. En nu is hij gewoon happy en huppelt die vrolijk rond. Dus dat is eigenlijk zo. En het grappige, ik had het voor hem erin geschreven. Ook in de hoop dat hij het zou lezen. Het erge is dat hij alles had gelezen behalve het epiloog. Ja. Dat hij niet gelezen, want zijn ouders wilden het heel gelezen. Dus die hadden het toen van hem overgenomen. En toen dacht hij, nou, dat epiloog lees ik later wel. En toen ging ik met hem wandelen en toen dacht ik, hij zegt daar niks over. Hij vindt het verschrikkelijk. Nou, uiteindelijk heb ik het gevraagd van, herken je niet iets? En toen zei hij, bedoel je? Ik zeg, nou, dat verhaal op de nieuwe markt, noem maar op. En toen keek ik hem zo aan, hij herkende dat verhaal wel, maar niet uit het boek. Mm-hmm. Zeg, heb je wel het laatste deel gelezen? Heb je wel het epiloog gelezen? Zei, nee, mijn ouders wilden het toen gaan lezen, dus toen heb ik het achtergelaten. Oh, ben je ook een
een proeftoeter, zou ik dit heel vriendelijk zeggen. Maar en toen, nou, hij was natuurlijk wel vrij flabbergast dat het erin stond. Maar dat was, dus nee, dat zeker. We hebben hij heeft op een mooie manier is hier ook gelukkig. Gek. Ja, dat klinkt heel vreemd zo, hè? Maar een goede vraag. Ja, leuke vraag. Ja. Nog meer, ik wil jou laten vragen. Zeker. Een van de vragen die ik ook leuk vond was, en daar moeten we misschien de kijkers ook een beetje mee helpen qua verwijzing, die is van Lois. Ja. Is de naam van de hond Bril een verwijzing naar de late columnist van de Parool, Martin Bril? Ja, nou dat vind ik erg knap. Dan moet je namelijk om te beginnen weten wie Martin Bril is. En ik weet niet of hij op de literatuurlijst staat. Ik denk het niet. Ik denk het ook niet, hè? Nee, en hij is natuurlijk al een tijd helaas overleden. Maar dat, en dan moet je dat ook maar zo slim die connectie leggen. Ja. Dus het is een vrij intelligente leerling. Mm-hmm. Want dat is inderdaad wel zo. Dus hond Bril, en die heet ook in het echt, dat is een van de weinige namen die echt is. Die heet in het echt ook hond Bril, die leeft ook nog steeds. Die komt in bijna alle boeken wel terug. Dus we hebben bij thuis, omdat ik zit, mijn broer schrijft ook en mijn vader schrijft ook, komt hond Bril inmiddels wel wat vaker terug. Dat is een beetje een dingetje geworden. En het enige regelmatig zie ik hem ook op Instagram voorbij komen. Ja, zeker. Ja. Ik ben heel dol. Ik liet hem ook op de middelbare school altijd uit. Dus ik ben dan met haar vergroeid, om het even zo te zeggen. Maar dat is inderdaad verwijzing naar Martin Bril. Dat is een goede vriend van de familie en van mijn vader. En hij wist ook dat de hond hond Bril zou worden genoemd. Dus het is, dus dat klopt eigenlijk. Ja, dat is kan ik niet ontkennen. Ja. Goed gezien. Ja. Ja. Je had het net even over je broers en je vader, want die schrijven ook. Ja. Je vader was op het moment dat jij bezig was met jouw boek ook bezig met de roman. Ja, was inmiddels uitgekomen zelfs in mei. Of in februari kwam hij uit en ik kom natuurlijk 3 maart uit. Is er dan, als je bijvoorbeeld met een van je broers over schrijven praat, is er een vorm van een soort, ik zag ook de vraag voorbij komen, van competitie? Ja, die zag ik. Een soort van tips uitwisselen? Of... Nou, het zit hem eerder in tips dan in concurrentie. Ja. Eerder, of competitie, in de zin van... kijk, iedereen gunt elkaar heel erg. En wat het leuke is, is dat je, als je allemaal schrijft, dan kan je dus ook heel lang een gesprek hebben over de bladspiegel. En dat is, als je het boek openslaat, van hoe is de indeling? En zijn de woorden uitgelijnd, of de zinnen uitgelijnd? En hoeveel wit ruimte zit ertussen, et cetera? En dat is natuurlijk meestal een ongelooflijk onboeiend misschien gesprek. Maar als je allemaal schrijft of daarmee bezig bent, of tekst interessant vindt, dan kan het heel erg leuk zijn. Welk lettertype kies je bijvoorbeeld? Moet je altijd kiezen, hè? Je moet, welke komma zit daar in dat lettertype? Hoe is de E geschreven dan? Wat doet het met de hoofdletters die erin staan? Doe je bij de, bijvoorbeeld in Confettiregen hebben we bij elk hoofdstuk van het begin van het hoofdstuk staat er een punt achter. Nou, ik weet dat ik daar nog wel erg over gediscussieerd heb. Ik wilde dat wel. Ik heb mijn vader het niet laten en mijn broers niet laten lezen van tevoren. Ik wilde dat mijn vader het niet zou lezen omdat papa schrijver is. En ik wilde dat hij zou lezen als vader, niet als schrijver. Ik wist dat ik hem een manuscript zou geven, dat hij met een pen het als schrijver zou gaan lezen. Terwijl als ik het boek zou geven, dan kan hij er niks meer aan veranderen. Dus leest hij het als vader, leest hij het verhaal wat ik gewoon wil vertellen. Ja. Dat wilde ik. Maar ik heb wel één ding gevraagd van over de typografie. En dat was bijvoorbeeld ook met de hoofdstukken. En zei hij, nou, ik zou zonder punt doen. Want dat is, zei ik, ja, maar ik wil juist wel de punt, omdat ik confetti... Ik had allemaal van die snippertjes. Mm-hmm. En ik zei, ik vind het leuk als die confetti ook in de hoofdstukken zit. Net zoals dat op de titel. Het zijn eigenlijk allemaal hoofdletters, maar de I heeft toch een puntje. Dat, dat zijn allemaal, kijk, allemaal ongelooflijk flauwekul natuurlijk. Maar dat is, als je zo'n product maakt, is het juist leuk om met die details bezig te zijn. Dus in die zin is het eigenlijk heel erg leuk. En we kwamen toen vrij dicht op elkaar allemaal uit. Ik denk dat we dat niet per se hebben. Papa is nu bezig met een nieuw boek wat in mei uitkomt. En ik ben bezig met een nieuw boek wat in maart volgend jaar uitkomt. Dus dat is maar het is vooral het leuk, het optrekken. En wat ook leuk is als je de boeken, als elkaars boeken ging lezen, dat je natuurlijk soms ziet dat je dezelfde scène ergens hebt gezien. Ja. En dat je die scène misschien wel gebruikt, maar dat je er op een andere manier mee omgaat. Kun je zo'n voorbeeld noemen van zo'n scène? Nou, bijvoorbeeld in Roze Brieven is geschreven vanuit het perspectief dat Wobi in Zweden zit. Ja. Dus dat had ik helemaal af geschreven en ingeleverd. En toen belde mijn vader op en die had gewoon van het even over zijn nieuw boek dat hij aan het schrijven was. En toen zei hij van ja, en ik had een heel goed idee verteld, papa. En die zei, ik had een heel goed idee. Ik laat dat boek zich af,
afspelen. Dat de hoofdpersoon zit in Zweden en denkt dan terug aan een aantal herinneringen. Zeg ik, dat meen je niet. Zeg je, hoezo? Zeg ik, nou, roze brieven, dat speelt zich ook af uit Zweden. Waarin het. Ja, en dan weet je, dat is natuurlijk gewoon hilarisch. Dus, en ik weet dat hoe hij het opschrijft totaal anders is dan hoe ik het opschrijf. Je krijgt een soort shared Chabot universe. Bijna wel, maar het grappige is, dus dit is het startpunt van iedereen. En dan gaat de een gaat die kant op, de ander gaat die kant op en de ander gaat zus. En dus dat wisselt dan weer wel. Maar je hebt natuurlijk wel het schrijversDNA, dat lekt ook wel ergens sinds, of enigszins door. Mm-hmm. Denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Even kijken, we krijgen zoveel vragen binnen. Ja. Als jij een vraag tussen ziet die jou aanspreekt, ik zou zeggen, schiet erop. Ja. Nou, er zijn heel veel vragen. Zal ik gewoon één pakken daar? Wat zou je zelf van het verhaal vinden als het niet jouw verhaal was? Dus als iemand anders een boek had geschreven en jij dit boek zou lezen met hetzelfde verhaal? Nou, ik denk dat is een hele goede vraag, omdat ik denk... dat had ik wel gewild misschien ergens. Ik heb namelijk over nagedacht, mag ik dit verhaal schrijven? Want het is, er zijn natuurlijk wel meer coming-of-age boeken, of hoe je het ook wil noemen. Waarin in sommige gevallen, als het gaat over LHBTQ+ onderwerp, waarin dat gaat over dat er of een ouder is die natuurlijk het kind in elkaar slaat, of je wordt onterfd, of op school word je er afgegooid, of weet ik veel wat. Dan dacht ik, ja, dat is heel veel leed, en dat is in dit boek eigenlijk niet. Het gaat over de interne zoektocht. Ja. En de interne zoektocht die elke puber natuurlijk eigenlijk heeft. En toen dacht ik, ja, dan moet ik juist wel opschrijven, want dat verhaal is er misschien nog niet. En het is juist goed om dat inzichtelijk te maken. En ik had het zelf misschien wel fijn gevonden om zo'n verhaal te lezen. Dus ik had het heel erg mooi gevonden en heel fijn. En ik hoop ook dat zal natuurlijk gewoon altijd gebeuren. Hè? Elke generatie maakt misschien voor een deel dezelfde boeken, maar dan op een andere manier. Zo gaat dat natuurlijk eindeloos door. Maar goede vraag dus eigenlijk. Ik denk, als ik het gelezen had, dat het misschien me iets meer duidelijkheid had gegeven. Dat was ook een reden om dit te schrijven. Ik dacht van, het is een dagboek van mijn eigen verleden voor een deel. Een dagboek van het heden. En voor mij dan, in ieder geval voor iemand die het leest nu, kan het zijn dat het een dagboek van het verleden is. Een dagboek van het heden voor die persoon. Mm-hmm. En stiekem alvast een dagboek een beetje van de toekomst. Ja. En dat kan heel fijn zijn, zo'n handvat, zo'n zoeklicht in die zoektocht, om dat te hebben. Zijn er bepaalde boeken die je nu op deze leeftijd leest, dat je denkt, oh god, had ik die nu maar gelezen als ik wat jonger was geweest? Nou, sowieso lees ik nu meer dan. Kijk, op de basisschool las ik veel. Op de middelbare school is het niet zo cool om te lezen. Nee, precies. Wordt het iets minder. En daarna ga je los van. Ik deed een studie. Dat zijn nog niet de meest boeiende teksten. Veel academische teksten. Dat is een beetje saai. Maar als je. Ik lees nu voor mijn plezier echt heel veel boeken. En bijvoorbeeld een boek als van Philippe Besson, een Franse schrijver, een dun boekje. Dat heet Lieg met mij. Dat vond ik bijvoorbeeld heel erg mooi. Dat is pas vorig jaar uitgekomen, hoor. Dus dat had ik niet kunnen lezen. Maar dat had ik wel van, nou, als ik de middelbare school had gelezen, of toevallig had gezien, had ik dat wel heel erg mooi gevonden. Net zoals het boek Noem me bij jouw naam, Call me by your name, waar ook een film van is. En dat zijn wel boeken van ik dacht, ja, dat net zoals die film had ik ook wel prettig gevonden als die er was geweest toen ik zocht, zeg maar. Het lijkt ook op de laatste paar jaar ook steeds meer aandacht, ook op Netflix. Ja. Het wordt natuurlijk steeds meer mainstream eigenlijk. Hè? Yeah. En dat is heel goed, want uiteindelijk is het ook niks bijzonders. Hè? Kijk, een zoektocht heeft iedereen. Verliefd worden, hoop ik voor iedereen, zal ook iedereen uiteindelijk. Uiteindelijk is natuurlijk ook het doel van dit boek. Er stond één vraag tussen of ik een bepaald doel had. Ja, die vraag hebben we ook nog binnengekregen. Ja, bij het boek. Nou ja, tuurlijk. Uiteindelijk is het is een heel erg duidelijk boek met een missie. Namelijk dit verhaal laten zien hoe dat gaat. Ook dat het niet zoiets is dat je meteen weet misschien op wie je verliefd wordt, of wie je bent, of wat je leuk vindt, of hoe je wil uiten. Dat dat even duurt, hoe dat in het hoofd gaat. Maar uiteindelijk ook met het doel dat bijvoorbeeld het ook gewoon helemaal normaal is. Het is normaal, maar niet iedereen vindt het normaal. Mm-hmm. En dat moet ik uiteindelijk wel. Want uiteindelijk gaat het gewoon over verliefd worden. En of je dat nou wordt op een man of een vrouw, op een mens, of wat weet ik van wat, dat moet jij zelf weten. Daar heeft niemand anders mee te maken. Vind je dat het jouw taak is als schrijver om daar op de barricade voor te staan? Met dit boek wel. Ja, dat is natuurlijk wel in die zin heel duidelijk. Heeft het ik denk dat elke schrijver overigens met een verhaal wat hij vertelt, zit altijd wel een vorm in van dat hij iets wil meegeven of iets wil vertellen. Of al zijn het, nou, als je naar Connie Palme kijkt, zijn er wel heel vaak filosofische stukken in haar boeken. Dat is natuurlijk ook bewust. Hij wil iets delen als het ware. En bij dit boek is dat heel bijna
plat, recht toe, recht aan, rechtstreeks. En er zit natuurlijk ook wel zaken in als... Bobby komt eigenlijk niet uit de kast. Hij vertelt op een gegeven moment dat hij op jongens valt. Ja. Maar hij zegt niet, pap, mam, ik ben homoseksueel. Hier ben ik. Ja, omdat niemand is maar één ding. Dus ik, net zoals ik ben Splinter. En ik vind paardrijden leuk of vioolspelen leuk. En ik vind jongens leuk. Mm. Dat is iets anders dat ik ben homo. Dat zou ik ook nooit zeggen. En net zoals, waarom moet een heteroseksueel dat bijvoorbeeld niet te doen? Precies. Die hoeft nooit te zeggen, ja, ik ben heteroseksueel. Dus mijn broers, die hebben allemaal gezegd, pap, mam, ik heb een leuk iemand ontmoet. Een vriendinnetje en mag ze een keer langskomen. Dus ik vond ook, en dat doet Wobi ook, dat je het recht hebt om het op die manier aan te vliegen. Dus op een gegeven moment... Het normaliseren gewoon van... Ja, Wobi komt thuis en die zegt op een gegeven moment, en natuurlijk tijdens kerst, en het gaat niet zo vloeiend als je gehoopt had, maar die zegt, pap, mam, ik heb iemand ontmoet, het is een leuke jongen. Omdat uiteindelijk heeft hij ook het recht om dat op dezelfde manier te doen als zijn broers. En niet dat op een andere manier te hoeven doen. En dat is natuurlijk wel, daar moet je uiteindelijk heen. Nou, dat duurt nog even, dat wel. Is op die manier het boek politieker dan dat je in het begin dacht dat het zou zijn? Dat schrijf ik natuurlijk wel in het voorwoord van het boek. Ja. Dat het uiteindelijk misschien wel een politiek boek is in die zin. Het gaat niet over begrotingsregels, over de verzorgingsstaat of et cetera, of wat daar nog van over is. Maar het gaat eigenlijk over het jezelf mogen zijn. En dat is natuurlijk een vrijheid. En dat is bij uitstek iets politieks. Ja, helemaal terecht. Even kijken, laten we even naar een vraag gaan die niet per se te maken heeft met het boek. Ja. De vraag van daar zo, in het geel. Ja. Je ziet er altijd super tof uit. Wat is jouw favoriete pak? Mijn favoriete pak? Oeh, dat is heel moeilijk. Want ik hou heel erg veel van kleding, dus dat is ook wel dat is goed opgemerkt. Mijn favoriete pak, jongens, jeetje. Ik zat in Wie is de Mol dit jaar. Ja. Dat zullen misschien een deel van de leerlingen wel mee hebben gekregen. En bij de ontknoping van de Mol had ik een soort van goud... groenig pak aan, samen met Lakshmi dat een gouden jurk aan. Dat vind ik een heel erg feestelijk pak. Dus dat vind ik, daar voel ik me wel heel erg in thuis. Heb je een soort vaste pakontwerper of is het? Nee, ja, klopt. Ja, de modeontwerper Peter George de Angelino Tap heet hij, nogal lange naam. Mm-hmm. Maar die komt uit Den Haag en ik vond de gebroeders Jus, dat zijn twee blonde broertjes die piano spelen. Ik vond hun muziek natuurlijk prachtig, maar ook de kleding die ze maken heel erg mooi. En toen heb ik probeer te achterhalen wie dat was. Het bleek dus Peter George te zijn. En die woonde, grappig genoeg, bij mij in de buurt. In ieder geval van mijn ouders in de buurt. En toen heb ik een handgeschreven brief. Dat werkt nog, jongens. Een kleine tip. Dat klinkt als een oude opa, klink ik opeens. Maar als je iets, iets denkt, wel leuk om die contact maken. Ik heb een brief geschreven, bij hem in de briefbus gegooid. Van mag ik een keer langskomen op het atelier? Om gewoon een keer te kijken en misschien dat ik een keer iets kan kopen. Langs geweest. Nou, dat was een soort van Sjaak in de chocoladefabriek gevoel. Al die stoffen, al die kralen, al die draden, alle machines die daar aan stonden. En natuurlijk aan het ontwerpen stond natuurlijk allerlei kleding ook daar. Ja, dat was echt prachtig. En sindsdien draag ik eigenlijk bijna niks anders. Ja, in bed draag ik... Jij draagt nog geen satijn. Dat niet, nee. Maar voor de rest is het wel, doe ik het graag aan. Ook dit is van hem, ja. Even kijken. Nog meer vragen. Ja, we hebben nog meer vragen. Blijf ook binnenkomen. Ja. Even kijken. En ik zie een heel kort vraagje, staat de afbeelding van de cover op je sokken. Dat lijkt inderdaad een beetje qua roze kleur, maar dat is niet het geval. Het is wel, ik zie het nu wel goed opgemerkt, zwart en wit. Maar dat zou wel heel erg zijn als ik er zelf sokken van zou hebben gemaakt. Dus die is dan meteen ook beantwoord, dat mysterie is opgelost. Heb jij nog een vraag die van je zegt, die moeten we behandelen? Bijvoorbeeld een vraag is, is het lastig om op te groeien met zo'n bekende vader? Vind ik wel een goede vraag. Ja, nee, eigenlijk niet. Want kijk, ieders ouders doen, mijn moeder is arts. Dus die was fulltime aan het werk. En dat is ook de baas thuis. En mijn vader trad inderdaad op, hè, of televisie of in theaters. Was eigenlijk vooral huisvader. Dus die bracht ons naar school 's ochtends en haalde ons op van school. Bracht ons naar zwemles en dat soort zaken. en deed stofzuigde af en toe. Dat was heel erg af en toe, maar dat was wel zijn taak. Kijk, ik ben natuurlijk niet anders gewend dat zijn beroep was. Net zoals ik niet anders gewend ben dat mijn moeder dokter is. Dus daar groei je mee op. Dus kijk, ik neem aan dat elk kind heeft ouders die iets doen. Mm-hmm. En dat vind je eigenlijk normaal, totdat je dan misschien achterkomt van, oh, dat is, als jouw vader of moeder minister is, dan zul je dat natuurlijk op een gegeven moment denken van, oh, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Ja. Omdat niet heel veel mensen minister kunnen zijn. Maar bij papa is het vooral dat zijn werk in het publieke domein zich afspeelt. En daardoor misschien wat vaker mensen erop reageren. Maar voor de rest is natuurlijk niet zoveel bijzonder
aan eigenlijk. En zeker op de middelbare school en op de basisschool hebben jongeren dat eigenlijk ook niet echt door. Dat was natuurlijk ook iets meer van de iets oudere generatie. Mm-hmm. Wat misschien de ouders wel kenden, maar de kinderen in de klas niet. Dus dat was eigenlijk geen last van en ook niet per se ook geen voordeel van. Dus dat was eigenlijk gewoon wel prima. Ja, soms vond een docent er dan wel iets van, maar daar heb ik niet per se heel veel van gemerkt. Is het dan lastig als je hetzelfde vak in wilt als je vader, als het ware? Mm. Zijn er dan tips die hij dan meegeeft van Splinter, moet je horen? Zou het sowieso aanvragen. Ja, hij heeft wel één tip gegeven. Toen ik eigenlijk bij DWD tafelheer werd. Ja. Toen vlak daarvoor zei hij van, ik ga je één keer advies geven. En daarna doe ik het nooit meer. Maar ik zal je altijd steunen wat je ook doet. Maar dan heb ik het in ieder geval tegen je gezegd. En hij zei, het was ook nog de vraag of ik wel van de politiek actief zou worden. Maar het zat in de auto naar de Sligro, dus dan kon hij ook lekker auto rijden. Dan had hij niet rechtstreeks dat face-to-face gesprek. Zeg maar. Want zei hij, is één advies, doe het niet. Ga niet het publieke domein in en ga niet de politiek in. Want je levert iets in wat je nooit meer terug kunt krijgen, onder andere privacy. En dat was natuurlijk toen wel best heftig, omdat ik was gewoon daarmee bezig. Ja. Ik vond het gewoon leuk. Ik zat op de middelbare school altijd, deed ik toneel en dat soort zaken. Toen zei ik, oké, nou ja, goed om te weten. En hij zei over politiek, zei hij, is een leeuwkuil en een slangenkuil. Dus daar word je... En dan lijkt me duidelijke taal. Ja, lever je idealen in en die principes, dus die ben je dan kwijt. En in de media, daar kom je nooit meer uit. Dus dat lijkt als een bad warm water. Maar daar gaat elke dag iemand anders in. En jij wordt gewoon nat weggestuurd eigenlijk uiteindelijk. Dus weet dat. En roem is niks. Hè. Dat is ook dat bij ons thuis wel heel erg ingehamerd. Bekendheid, ja, daar koop je ook niks van. Hè. Dus je kan wel in een winkel komen en het is leuk als de bakker je kent. Maar je kan daarmee niet je brood afrekenen. Nee. Het enige, het zit je vooral in de weg. Want als je dus ergens heen gaat en je wil een keer gewoon onderuitgezakt hangen. Of je wil een keer een beetje teut worden. Ja, of je hebt een slechte dag. Of je hebt een slechte dag, dan kan je eigenlijk niet permitteren. Je moet altijd dat wel beleefd daarmee omgaan. Kijk, en als je een scooter hebt en je wil er vanaf, dan kan je hem verkopen. Maar, en dan kan je misschien een fiets terugkopen, maar je privacy kan je nooit meer terugkopen. Dat zijn dingen waar je bewust van moet zijn. Dat je iets start wat je niet kan omdraaien en waar je niet echt voordeel aan hebt. Maar dan gaat het natuurlijk om, vind je wat je maakt of wat je doet leuk? Nou, ik wil dit schrijven, dat vind ik echt heerlijk om te doen. Ja. De programma's die ik mag maken, doe ik met heel veel liefde. Dus dat was eigenlijk zijn advies. En zoals je hebt, dat hebben de leerlingen vast gelezen, vaak op de gang op de school. Ook naar mijn ouders luister ik niet altijd even. En daar ben ik wel blij mee. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Even kijken. Eigenlijk een vraag die ik zelf hier ook had genoteerd. Ja. En een vraag die van Nanne is je leven veranderd sinds dit boek? Dat je sinds dit boek hebt gepubliceerd. Want je leven heeft echt een vaart genomen sinds dit boek er is. Je had al een televisieprogramma over politiek. Ja. Splinter gaat de politiek in. Die Splinter in de politiek. Ja. Waar je politici interviewde. Ja. En sinds eigenlijk dit boek en sinds dat nu wel bekende De Wereld Draait Door fragment. Ja. Ben je eigenlijk de lucht ingevlogen? Ja, nou, er is wel natuurlijk wat veranderd. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal dingen in stroomversnelling gekomen. Dus ja en nee, want je verandert... Als ik uiteindelijk natuurlijk thuis ben en ik ga slapen... dan ben ik nog steeds dat jochie eigenlijk van 12, 13, 14... wat met dezelfde dingen bezig is en dezelfde dingen doet. Alleen, er is natuurlijk ook een soort van... De ogen van andere mensen zijn een beetje veranderd soms. Ja. Dus die mensen draaien zich om als jij voorbij loopt. Nou, dat niet zozeer, maar meer dat ze je met iets associëren. Of dat je natuurlijk over bepaalde dingen kunt komen praten. Dat zijn dingen die veranderd zijn. Plus dat je merkt dat je... ik krijg natuurlijk veel reacties van jongeren. Dat is een verantwoordelijkheid waarmee je ook soms ingewikkeld is om mee om te gaan. Omdat je natuurlijk niet alle kennis in huis hebt. Absoluut niet zelfs. Hoe ga je er dan mee om? Door dat ook altijd gewoon meteen te zeggen. En door gewoon te zeggen van als iemand zijn of haar verhaal stuurt. Van nou, wat goed en mooi. Even hang van bericht daarop te reageren. Maar er zijn wel dingen wel veranderd natuurlijk. En dat is positief hoor. En hartstikke goed. Mm-hmm. En het geeft me ook vrij dat ik weer... het boek is ook goed ontvangen. Dus dan kan je weer makkelijker door in een nieuw project. Zo konden we roze brieven makkelijker maken. En nou, van mijn nieuwe roman heb ik ook gezegd van, ik wil ook geen contract, ik wil het gewoon eerst schrijven. En dat de uitgeverij vertrouwt het dan ook, omdat ze denken, nou, dat we weten wat die gaat maken. Zo, als je de eerste keer je moet bewijzen, moet je altijd net wat harder duwen. Want dan moet je, ja, je kan wel zeggen van, ik ga nu iets schrijven, als het moeite waard wordt. Dat heb ik overigens nooit gezegd. Want ik weet nog, toen ik het inleverde, en dat is elke keer als je weer iets inlevert, hoor, dat gaat nooit weg. Ben je heel onzeker erover. Voor mij een beetje het gevoel, als je eindexamen maakt, dan misschien zelfs als je alles hebt geleerd, dan denk je na afloop toch van,
ja, was het nou goed of niet eigenlijk? En dan is het, als het moment dat je de cijfers krijgt, weer heel erg spannend. En dat is met schrijven ook zo. Als je het hebt geschreven en je levert het in, dan denk je elke keer van, oh nee, ik kan het echt niet, het is verschrikkelijk, ook durf het niet. En dan krijg je de feedback terug en dan denk je, oh ja, nee, ik hoef me niet zo erg zorgen te maken. Want ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Je hebt de afgelopen tijd, word je talloze keren over dit boek geïnterviewd. Mm-hmm. Zijn er nou dingen waarvan jij vindt, ik vind het jammer dat het daar zo weinig over gaat. Daar zou ik het eigenlijk wel vaker over willen hebben. Nee, behalve dat ik wel in het begin dacht van, het werd natuurlijk, kijk, door de roze kaffer is het boek natuurlijk heel erg in de roze hoek gezet. Ja. Terwijl het daar natuurlijk niet alleen over gaat. Maar dat vind ik in principe geen probleem, want ik ben wel heel blij dat, kan ik het zo zeggen, ik krijg natuurlijk nu wel eens van scholen bijvoorbeeld te horen dat een school, dat een juffrouw of een meester met de hele klas het boek gaat lezen. Ja. Omdat ze weten dat één iemand in de klas misschien een beetje worstelt daarmee. Mm-hmm. Om die persoon niet meteen in de hoek te zetten, leest de hele klas het boek en krijgt zo iemand dat mee. Dan denk ik, ja, dat is, hoe fijn is dat voor dat kind dat het op die manier geholpen wordt eigenlijk. Of dat op een andere school, de Paarse Vrijdag, hè, zo iets paars dragen, waardoor je ook laat zien van, hè, je mag... Met solidair met. Ja. Dat op sommige scholen bestond dat nog helemaal niet. En dat een docent zegt, ik ken dat niet. En nu dragen wij op Paarse Vrijdag met z'n allen paarse lintjes. En voor een kind wat verstoppertje speelt, terwijl hij eigenlijk niet verstoppertje wil spelen, maar dat ziet, is zo'n collectief teken, zo'n collectieve knuffel, van kan enorm impactvol zijn. En ik, ja, dat is zo dierbaar en dankbaar. Dat zijn natuurlijk altijd een beetje woorden die, nou, dat hoor ik ook mijn familie vaak zeggen. Dat, ja. Een beetje altijd van, ja, dat is ook een makkelijk woord, want dan kan je niks fout mee doen. maar het is echt dierbaar en dankbaar om daar een mini deeltje in mee te kunnen geven. Dus dat is, dus eigenlijk vind ik dat, ben ik dat eigenlijk alleen maar dierbaar en is alleen maar dierbaar en ben ik alleen maar dankbaar voor. En ja, voor de rest is voor mij ook weer van, ik moet gewoon doorgaan ook. Met andere dingen natuurlijk, maar dat is gewoon wat je blijft doen. En ik denk maar, als er ook maar één jongetje of meisje of mensje is wat ergens twijfelt. En door dat ook weer hierover te hebben, die dan nu misschien denkt van, oh, wat fijn. Ik voel me minder alleen of ik voel me minder ongemakkelijk of weet ik wat. Dan is het alles waard. En dat doe ik echt met heel veel liefde. Dus dat is... dus nee, en in principe zeg ik altijd van, iedereen mag mij altijd alles vragen. En zoals Bram Moscovici dan altijd zegt, is het volgens mij, het is aan jezelf of je er ook antwoord op. Maar ik geef voor mij ook vrijwel altijd overal antwoord op, dus dat is ook heel makkelijk. Even kijken, we gaan nog even naar het Padlet. Nou ja, een van de vragen die hier wordt gesteld is, heb je nog veel contact met de mensen die allemaal voorkomen in het boek, zoals bijvoorbeeld je middelbare schoolvriendin? Of zijn er mensen die uit het oog bent verloren? Nee, dus sterker nog, ik heb eigenlijk met iedereen wel nog contact. Behalve dat ik natuurlijk niet... Nee, ik bel niet elke dag met Daniel en met Arthur. Overigens heb ik ook niet echt meer contact. Ik weet dan wel wanneer hij jarig is. Maar dat is omdat het een makkelijk onthouden datum is. Maar dan wil ik misschien wel eens feliciteren, maar meer dan dat is niet. Want dat zijn toch wel... Dat was toen ook al, toen ik dit schreef, natuurlijk al voorbij. Maar die vriendinnen eigenlijk wel allemaal. En Liesje in het boek, ja, dat is nog steeds mijn allerbeste vriendin. En die gaat eind dit jaar trouwen. En ik ben daar haar best man. Dus zo zie je dat ook gewoon doorgaat. Dus dat is wel heel erg leuk. En dat is, en voor mij was een van de vragen ook van hoe zij erop reageerde. En voor hen was het natuurlijk ook... Zij gingen echt met elkaar dat boek natuurlijk lezen. Ja. En het terugleiden wie is. En nou, voor Liesje was het natuurlijk ook een soort van... het is ook een eerbetoon van mij aan haar, omdat zij die vrijheid belichaamde. En voor mij ook die vrijheid creëerde. Dus daar ben ik haar heel dankbaar voor. En dat is dan iets heel moois als je dat samen natuurlijk mag meemaken. Dus dat is, je verankert daarmee natuurlijk ook een vriendschap eigenlijk voor eeuwig. Ik denk dat er heel veel moet gebeuren voordat het kapot gaat. Maar ik neem aan dat het nooit gebeurt. Dat hoop ik ook niet. Een van de vragen die we binnen hebben gekregen van... wat de naam was... Teerza Verstegen, die heeft geen filmpje ingestuurd, maar die had wel een vraag ingestuurd. Ja. En zij vroeg het volgende. Wat was de reden dat je je gedachten niet alleen op papier wilde zetten, maar ook nog eens met iedereen wilde delen? Dat zeg maar, dat waar je het ook al eerder over had, kan ik dit verhaal wel vertellen? Ja, nou, maar het grappige is, als je het schrijft, was ik in ieder geval niet zo mee bezig dat iedereen in elke boekhandel het zeg maar kan kopen en kan lezen. Mm-hmm. Dat is ook een vraag van, hè, hoe vind je dat jouw levensverhaal dan eigenlijk door iedereen te lezen is? Ja, daar denk je dus gek nog niet zo goed over na. En je zou misschien denken van, hè, met tegen beter weten in, dat je nu weet van, oh ja, iedereen kan het lezen. Dan ga je met je nieuwe boek, hou je er wel rekening mee. Ja, dat doe je nog steeds niet. Je schrijft het
of voor jezelf, of je schrijft omdat je moet schrijven, omdat je niet anders kunt, of je schrijft het omdat je richting iemand, omdat je denkt, ik wil dit maken om iets vast te leggen of iets te vertellen. En dat was met dit boek ook, ik moest dit gewoon schrijven. En ik had eigenlijk niet gerealiseerd van, oh ja, dat kan de achterbuurvrouw kopen, maar dat kan ook iemand in een totale plek waar ik nog nooit ben geweest zou meteen kopen. Mm-hmm. En wat was de vraag ook weer exact? De vraag was exact dat je je gedachten niet alleen op papier wilde zetten, maar ook eens met iedereen wilde delen. Ja, dat is het idee dat je met iedereen deelt, dat zit er nog niet zo actief in. Behalve dat ik dan wel dacht, het kan iemand helpen. Mm-hmm. En het kan nu zijn, maar het kan ook over 10 of over 20 of over 50 jaar zijn, dat iemand langs een boek loopt en dat hij dat boek ziet liggen en dat hij in begint te lezen en denkt, oh, dit zocht ik. En als je dat is natuurlijk iets magisch, dat het boek blijft als het goed is, hè, dat is er en kan niet meer weg. Het verhaal blijft daardoor ook. Dat is eigenlijk wel, dat dacht ik wel af en toe van, daar kan er misschien één iemand mee helpen en dat is me het meer dan waard. En het wordt iedereen, dat zit dan grappig genoeg, dat resoneert niet zo in je hoofd, dat dreunt niet zo door. Dus ik kwam er pas laat achter, toen ik op een keer op Amsterdam Centraal, en ik woon in Amsterdam, kwam ik een vrouw naar me toe en het was toen echt in het begin, toen het net was verschenen, die zei van, oh, ik heb het verhaal gelezen, zo ontzettend mooi. En die zei dan iets, nou, daar word ik sowieso ongemakkelijk van, want hoe ga je daar nou op? En er zijn ook zeker dingen op af te dingen, want er zijn ook dingen die waarvan ik nu misschien denk, nou, had ik misschien anders moeten opschrijven of weet ik veel wat. Maar die zei dat dus. En dan, toen dacht ik wel van, oh ja, wacht even. Ze zei ook meteen van, ik ben zelf niks met het onderwerp, maar ik heb het wel gelezen. En dacht ik, oh ja, ja, dat is natuurlijk het, iedereen kan het pakken. Ja. Ja, dat hoort er ook bij, maar dat schrijf ik natuurlijk ook erin. Het is natuurlijk, het is misschien heel kwetsbaar door heel open te zijn, maar het is niet zo fijn om bijvoorbeeld geen geheim meer te hebben, om gewoon alles open te hebben, om gewoon overal over te kunnen praten. Omdat ik vind, kwetsbaar zijn is eigenlijk heel krachtig. Dus dat is, het is ook een, op een bepaalde manier een verademing. En je creëert ook daarmee je eigen vrijheid. Dus dat is, voor mij altijd alleen maar voordelen. Laat ik het even heel kort samenvatten. En welke dingen zou je er dan wel uithalen, waar je het net even kort over had? Ja, ik zou misschien textuele zaken, gewoon zintechnische zintechnisch, ja, maar niet zeg maar in grote lijnen. Qua verhaallijn. Ja. Nee, want ik vind. Kijk, want er zit natuurlijk wel. Ik heb wel eens gedacht, er zitten een aantal scènes in over docenten die misschien niet heel erg handig uitkomen. Ik noem juffrouw Trol uit deel 1. Ja. Nou, ik weet op school dat ze het boek daar gelezen hebben. Dacht ik ook wel, oh ja, oei, nou ik hoop dat zij dan niet. Ik hoop dat ze er niet hebben. Ja, ik heb er nog niet tegengekomen. Ik lijk me toch een tikje ongemakkelijk als ik er wel tegenkom. Maar dat hoort erbij. Dus dat is, want het is zoals het is gegaan. En misschien dat het ook wel een goede spiegel is. Maar alles is natuurlijk met een bepaalde vrijheid geschreven ook. Dus je mag ook dingen natuurlijk. Sommige dingen zijn misschien iets heftig of iets minder heftig. Maar ik zou geen verhaallijn ook zo uithalen. Het zit hem dan echt in dat je natuurlijk. Daarna is de roze brief verschenen. Je bent ondertussen bezig met nieuwe dingen aan het schrijven. Dat je natuurlijk ook weer groeit in hoe je schrijft. Mm-hmm. En dat je misschien andere woorden zou gebruiken. Of dat je andere metaforen gebruikt. Of dat je andere snelheid toepast. Of dat je ook wil. Het volgende boek zal niet gaan over per se het roze onderwerp. Eerder over vriendschap en ook de onvoorwaardelijke vriendschap. En wat. Hoe ver die onvoorwaardelijkheid daarin gaat. Ik zeg er nog niet te veel over, want ik ben er heel erg mee bezig. Het is nog heel work in progress. De eerste 6 of 7 hoofdstukken zijn er. En dus ik weet wel heel goed waar het heen gaat. Ja. Maar je wil het plot en zo al natuurlijk ook niet verklappen. En het is iets. Moet wel een beetje spannend blijven. Moet een beetje spannend blijven, natuurlijk. Ja. Wat betreft de docenten, waar je bijvoorbeeld met mevrouw juffrouw Trol bijvoorbeeld. Een van de vragen die we ook binnenkregen via de Padlet was van Boudil, die vroeg. Waren er op de middelbare school geen andere docenten naast jouw gymdocenten die bezorgd waren over? Ja, dat is een goede vraag. Dat is, en of er geen mentor of zo was die dan ook daar ingrijpt. Nou, het grappige is natuurlijk dat deze gymdocent vult natuurlijk in magister, of heet dat bij school? Osiris, magister. Magister. Dus die vulde daarin op in dat ik natuurlijk gewoon wel aanwezig was geweest. Maar de jongens uit de klas, die had ik op een gegeven moment door. Ja, hij is er elke keer niet. Hoe kan dat nou? Ja. Ik weet nog dat bij meneer, de Engels docent, was ook onze mentor. En daar was een leerling die inderdaad zei van, hoe doe je dat toch? Je bent nooit bij gym. Ja. En dat hoorde die mentor en die zei, hoe doe je dat? En ik lachte dat een beetje zo weg en zei, je bent al een half jaar niet bij gym. En toen dacht ik ook van, waarom zou je dit zo hard roepen? Want
misschien dat ik wel een blessure heb of dat er iets. Ik zei ja, nee, dat is allemaal afgerust. En toen merkte ik wel even dat de mensen daar wilden ingrijpen. Die vond het eigenlijk heel raar. Maar die heeft er toen geen werk van gemaakt. Dus het is net goed gegaan. Hè. Soms schaats je en dan glij je uit en dan val je. En dan als je helemaal ongeluk hebt, dan breekt ook nog eens het ijs. En soms schaats je en dan wiebel je even, maar dan blijf je toch overeind. En dan kan je doorgaan. En ik had geluk dat het dus niet uitlekte. En ik denk wel dat, of hij heeft natuurlijk, dat zou ook kunnen, dat die docent natuurlijk naar de gymdocent toe gegaan is en even gevraagd van, goh, ik hoorde iets, hoe zit dat precies? Ja. En dat natuurlijk tussen neus en lippen door is gezegd van, nou, laat maar even, deze leerling is even zoekende. En we helpen hem of haar hier heel erg mee door het op deze manier even zo te doen. Dus kijk, want docenten zijn, ik weet dat leerlingen altijd, ik was daar in de laatste plaats eentje van, vrij brutaal te hebben. Maar docenten zijn natuurlijk ook wel, hebben het eigenlijk het beste met je voor als het goed is, bijna alle docenten. En die hebben ook een enorme kracht om dingen juist, hè, die kunnen je inspireren, kunnen dingen bewerkstelligen, et cetera. En die praat je ook wel eens achter je rug om een kind te helpen. En dan weten ze soms ook van, het is ook goed om er niks over te zeggen. Want het is zo geregeld en het is ook wel tegen de regels in. Hè, want dat mag volgens mij helemaal niet. Gewoon al je lessen gewoon niet volgen. maar wel beter voor het kind en daarmee help je het kind. Dus ja. Of de leerling, kind klinkt zo. Klinkt zo. Ja, als het echt zo'n, ik was gewoon zat in de vierde, hè, zat ik. Dus het is ongeveer de leeftijd van de leerlingen die nu ook zitten te kijken. Mm-hmm. Mensen konden ook een vraag insturen via een filmpje. Okay, laten we daar even naartoe gaan. Ja. Die zien wij hier op het scherm voor en achter ons. Te gek. En die zij heeft ook een vraag voor ons. Mijn vraag aan jou is of je de jongen die je aan het eind van het boek hebt ontmoet verder hebt geholpen in de reis naar de ontdekking wie hij is, zoals Arthur dat bij jou heeft gedaan. Kijk, die vraag hebben we voorbij zien komen. En dat antwoord heb ik natuurlijk ook opgegeven, maar die heb ik geholpen. En of ik niet per se, hè, dat is natuurlijk. Dat we hebben het wel eens nog over dat moment gehad, hoe dat voor hem was en noem maar op. Hij was toen wel, het grappige is, ik voel van herkende je die spanning ook. En hij vertelde toen wel achteraf ook dat hij natuurlijk ook heel nieuwsgierig was. Hij wist natuurlijk dat ik op jongens viel, dat hij dat allemaal open in die oud was. En daar was hij wel nieuwsgierig naar hoe dat precies zat. Maar dat vond hij ook heel eng, ook heel spannend, omdat je daar. Dan heb je zo'n moment dat je misschien wel heel graag het allemaal wil ontdekken, maar dat je ook heel erg bang bent om te ontdekken. Omdat je natuurlijk dingen ontdekt, op een gegeven moment dingen weet, kan je dan zijn en als zeg maar de doos zeg maar open is, zeg maar, of de kast open is, dan. Ja, dan weet je natuurlijk hoe dingen zitten, de conclusie is. En dan als de conclusie er eenmaal ligt, dan kan je er ook niet meer van weglopen. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk ook soms eng zijn. Maar zo gaat het natuurlijk. Want hoe help je dan bijvoorbeeld zo'n Arthur? Nou, dit was Lucas, maar Arthur mij hielp in die zin is dat hij natuurlijk gewoon het initiatief op een gegeven moment nam. Hè? Dus mijn ding ook gewoon vroeg van, val jij op jongens of zo? En dat op een voorzichtige manier, heel intiem, of niet intiem, maar in een veilige omgeving, bij een cocon achter te vragen. Ook was ik met hem natuurlijk met Arthur was ik in een soort van, ik was op de toko in Amsterdam, zo'n studentenvereniging. Mm-hmm. Maar toch, omdat we dicht bij elkaar stonden, kon je dat op een voorzichtige manier vragen. En dan kon je dat gesprek eigenlijk open te breken. Dus, en dan niet meteen van, val jij op dit of ben je dit? Maar gewoon van, dat iemand eerst iets over zichzelf vertelde. En toen, hoe is dat bij jou? Zoek jij of weet jij precies hoe het zit? Weet je, en dan kan je dat heel, dan opent iemand eigenlijk een soort ruimte voor die twijfel. En daaruit komt natuurlijk iets verder vloeien. En ik wist natuurlijk dat hij op jongens viel, waardoor ik ook. Ja, ik wilde het op een gegeven moment aan hem vertellen. En toen was ik heel blij dat ik mijn hand pakte en dat we wegliepen. En toen gaf hij mij natuurlijk vooral de zekerheid door een kus te geven. Waardoor je weet, oh ja, dit is eigenlijk wat ik echt leuk vind. Ja. Dit is hier word ik echt gelukkig van. En dan hoef je ook niet meer op zoek naar antwoorden. Want die heb je dan op een gegeven moment wel gevonden. We zijn er bijna doorheen aan het eind van het interview. Ja. Dus laten wij een beetje gaan kijken welke vragen. Ja. We precies gaan voorzien van een lintje. Ja, maar jij hebt drie vragen uitgepikt en dan moet ik daar even kiezen, of niet? Of is dat, nou, ik denk dat we hebben een aantal vragen voorbij horen komen die erg goed waren. Ja. En ik vond zelf de vraag over hondbril, vond ik erg goed. Ja, die was heel goed. Ik vond de filmvraag. De filmvraag. Gekregen, die we eigenlijk twee keer van Marisse. Ja, die was erg goed. En misschien ook wel de vraag van Bodil, zijn er geen andere docenten? Ja, want dat is natuurlijk wel, en dat is ook een slimme vraag, omdat je dan natuurlijk los van het verhaal er even induikt van, hey, hoe werkt dat? Dat vind ik wel goed. Want dan, misschien dat je ook kunt zeggen, hey, had je dat niet wel of niet in moeten schrijven, hoe dat ging. Ja.
Dus dat is, dan hebben we 3 vragen eigenlijk al. Ja. Gaat toch verdomd snel? Dat gaat toch heel snel, dat hebben wij toch snel. En dan moet ik er 1 uitkiezen. Dan mag jij er 1 uitkiezen en kun je daarna vertellen waarom het deze vraag moeilijk is? Nou, ik denk, kijk, we hebben Bodil met de docentenvraag. De docentenvraag. We hebben de Martin Bril vraag. Vind ik echt een hele leuke vraag. Mm-hmm. Vind ik namelijk heel slim en mooi dat die knipoog naar een andere schrijver, dat hij die ziet. Maar ik vind in lijn van het boek, ik heb heel bewust die scène met die laatste scène op de Nieuwmarkt, heb ik heel bewust erin gedaan. Mm-hmm. Waarom? Omdat je natuurlijk begint met een Wobi en die zoekt. En die weet natuurlijk niet waar die heen gaat. En die merkt dat er iets anders is door de onzichtbare wetten. En op een gegeven moment krijgt hij daar meer last van, weet hij wat er aan de hand is. Krijgt natuurlijk die grijze mist. En die is bijna wurgend. En op een gegeven moment komt natuurlijk de bevrijding daarin. Alleen, het wat ik net ook zei, waarom is de naam anders? Waarom is het een Wobi? Omdat het een universeel verhaal is van heel veel jongeren. En ook van heel veel verschillende worstelingen natuurlijk. Wat voortdurend doorgaat. Dus zijn verhaal is misschien, zijn worsteling is misschien over, voor een groot deel. Maar de worsteling in zijn geheel is natuurlijk niet over. Dat blijft voortdurend doorgaan. Elke generatie opnieuw, elke groep opnieuw. En we moeten proberen die worsteling natuurlijk zo licht mogelijk te maken, ja, eigenlijk. Maar daarom zit aan het eind die scène nog in, om te laten zien van, die grijze mist is wel weg uit dat ene leven, maar niet in het andere leven. Die hangt ook nog steeds, die onzichtbare wetten zijn er nog steeds. Dus dat circulaire daarin, dat was eigenlijk belangrijk. Dus ik denk daarmee dat misschien die vraag van Maris van het filmpje. Ja, of ben je daar niet mee eens? Nou, ik vind het een heel goede vraag. Omdat eigenlijk dat is de kern, denk ik, van waar het boek om draait. Dat verhaal delen en hopelijk dat mensen dat verhaal ook met elkaar delen. Ja, zodat het. En dat je dus elkaar helpt. Want haar vraag is natuurlijk ook van, heb je hem nog kunnen helpen? En dat is natuurlijk wat Daniel op zijn manier ook deed. En Arthur op zijn manier ook deed. En Liesje op haar manier ook deed. En dat is heel belangrijk, denk ik, als je met elkaar in de klas zit. Dat je hebt natuurlijk heel veel invloed op elkaar. En wat je nu op de middelbare school meemaakt, zul je de rest van je leven. Dus ik weet dat mijn ouders al tegen mij zeiden van, geniet er dan nog maar even van de middelbare school. Want je zal er altijd met verlangen naar terugkijken. Mm-hmm. En ik weet niet, als ik dat nu zeg, dat ik heel oud ga. Maar het was natuurlijk wel, opa vertelt. Het was natuurlijk, nou ja, nu is het natuurlijk ingewikkeld met thuisonderwijs. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Maar als je weer met elkaar in de klas zit, het is heel fijn bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, dat je elke dag je vrienden gewoon ziet. Je hoeft niet af te spreken om je vrienden te zien. Nee, er is een systeem en een context gekeerd waardoor je, en misschien dat school dan niet zo boeiend is, maar zeg ik even, natuurlijk incorrect. Ja. Maar je ziet elkaar wel elke dag. Of je kan met elkaar elke dag in de pauze een spel spelen of weet ik veel wat. En dat is natuurlijk wel iets heel erg unieks. En wat je ook uniek is, dat je elkaar dus kunt helpen. Ook in die ontwikkeling en die vrijheid. En met Wie is de Mol waren er ook allerlei, ik zag ook nog een vraag tussen staan daarover, maar waren er ook allerlei onzekerheden, dan ga je met een groep mensen die je eigenlijk helemaal niet kent. Dat is een beetje een brugklasgevoel. Ja. Zit je in een bus, moet je met elkaar op hotelkamer slapen. Iedereen kent hotelkamer, de wc aan de slaapkamer. Je kent elkaar niet, wie gaat als eerste naar de wc, hoe ga je dat allemaal doen. Allemaal onzekerheden die natuurlijk zijn. Mm-hmm. En het grappige is dat, in plaats van die onzekerheden niet te bespreken, waardoor iedereen heel ongemakkelijk zich voelde, waren we een hele open groep. Iedereen hielp elkaar. En er waren allerlei mensen die natuurlijk hun eigen ontwikkeling ook weer daardoor maakten. Want je moet je voorstellen, als je in een enorme bubbel zit, komen opeens allerlei andere karaktereigenschappen van jezelf naar boven. En nieuwe onzekerheden naar boven, waar je soms doorheen moet, wat ook wel ingewikkeld was. En we hadden een vrij emotionele groep, waardoor er heel veel ontwikkeling zich daar plaatsvond. En dat eigenlijk is dat wat je natuurlijk op de middelbare school ook een soort van hebt, die bus, die cocon. Die cocon is natuurlijk iets meer open, maar je kan elkaar dus heel erg helpen. En dat is denk ik wel iets heel belangrijks. Daarom is die vraag zo mooi, van heb je hem kunnen helpen? Ja, en ik hoop dat hoe ik hem heb geholpen, en hoe hij mij ook heeft geholpen op andere momenten weer, dat het altijd doordruppelt en dat je dat altijd zult blijven doen. En dat je wat vaak elkaar hand vastpakt in plaats van elkaar een duw geeft, om het even zo te zeggen. En ik denk dat dat heel mooi is om mee te nemen aan het einde van dit gesprek. De prijzen, de boeken komen jullie kant op. En ik bedank iedereen heel erg voor het kijken. Splinter, bedankt dat je er was. Nou, jij bedankt voor het gesprek en alle leerlingen thuis. Ja, hè? Precies. Voor alle vragen. Een soort van, het is allemaal een Jeroen Pauw in spe. Of een Eva Jinek in spe. Precies, ja. Helemaal top. Dank je wel.